Een kutcombinatie. Ja, het is ranked. Ik heb vandaag 3 ranked gespeeld, 2 ronden, 1 verloren, maar kijk, geen 1 goed gespeeld. Ik ben op dit moment. Ja, dat. Eén dat ik deftig speel, ik heb heel slim gepikt. Ik was last pick, ik heb Lulu gekozen. Zij hadden Tryndamere, Kha'Zix. Ja, dat waren de 2 voornaamste threats. Dus ja, daarin had ik Lulu gekozen en dat was perfect eigenlijk. Maar last hit, ja, dat blijft een probleem. Met Lulu is het ook niet makkelijk omdat je damage met picks zo meerdere keren komt. Maar ik heb Tryndamere een paar keer. Ah ja, het plane is veel, zeg maar. Ik heb hem iedere keer net niet gedood, maar ik heb het overleefd. Het is juist, jawel, daarnet heb ik wel een zotte game gehad met Alistar. Ik ga het vergeten. Dat was echt goed. Hoe denk je dat hij niet is? Dat is niet normaal. Hij gaat top moeten gaan waarschijnlijk. Over jungle, ja. Ik weet niet wat hij tegenwoordig het liefst speelt. Het is wel een feit als je een tijdje niet speelt, al is het maar een paar dagen, dat serieus last is. Toplane is zo een toxic city. Ja, inderdaad. Dus jij. Wacht zo. Ja, we moeten eigenlijk overeenkomen met die Noxu-toestand. Of dat die jungle of top moet gaan. Ik zal support gaan. Een ander gaat jungle blijkbaar. Ik ga voor Alistar, lijkt mij goed tegen Diana. Nee, en dat is het probleem aan de communicatie in een korte time window. Oh god, Nami Kate. Garen. Garen. Ik weet niet of dat Ignite hier echt de moeite. Exhaust hier de moeite is. Tegen dat Diana in exhaust range is, heeft zij een damage check al gedaan. Switchen zeker? Ah nee, they switched. Ja, we hebben wel redelijk aan het team. Ik ga weer ignite. Ik denk dat ik voor Yellow item aan ga gaan. Wat denkt hij ervan? In deze matchup. Ook al zei hij naar die carry niet in de match, maar
De heel item geeft mij meer mana regen, dus meer heals. En late game is speed increase. Wat denkt u? Hoe is dat? Ik denk niet dat die relic hier per se goed is. Ik denk dat we de heals gaan nodig hebben. Ja, wat we zwaar geplokt hebben. Want ik denk, alle HP dat ik krijg door in lane, in lane te stappen, om te CS'en, ga ik verliezen door gewoon geplokt te worden. Zij hebben een speciaal team. Heel speciaal. Well, we hebben in principe al een beter team, maar zij zijn jullie wel heel sterk. Ja. Karen ken ik helemaal niet qua spikes. Ik heb wel vrij hard verloren van de Renekton eerder vandaag. Ik was Maokai. Ik had nogthans een gank gekregen en zo, maar hij had Ignite. En ik heb hem een paar keer laten vangen. En die had echt enorm veel damage. En onze carries waren eigenlijk niet veilig. En hun Caitlyn was enorm vet. Het was Janna, Caitlyn en Envy team. En er was eigenlijk niet veel aan te doen. Ik was aan het peelen voor een Acton van onze Jinx en Zigstown zeker. En tegen dan was Vi en ik weet niet wie dat support was. Die waren al twee dood. Ja, tegen dan was de 15-3. Want een Acton ging echt niet zomaar dood met zijn Hydra. Misschien heeft hij eens een damage uit hem gaan zien. Ik denk het, ja. Welcome to Summoner's Rift. Hydra? Nieuwe first tier Hydra? Who's next on the chopping block? Nothing will stop me. Dubbel 30 seconds until minions spawn. Ik ga erop zien. Chaos will follow. Op de Nexus, als dat er gaan is. Civier, veel games. Die is een schut. Games, en heeft. Magic 6 per dag, dat ook goed pakken. Kingdom Man, Kingdom Man. Lassus cannot escape. Dat is veel, veel beter. Ah, ja. Minions have spawned. Wel, heeft hij. Die heeft een goede pitch. Ik heb zo'n pitch gemaakt. Maar al die scaling. Door scaling. Het scheelt echt snel gewoon. Destruction approaches. Oh god, is. Wat is hij aan het doen?
Ja, die moest al lang backen, maar... Ja, dat is zo. Ik denk dat we wel een dubbel kill aan als je komt. Ja, moest je wel een TP in, Tom? Oh, wat? Ik kan niet meer. Push naar TP. Ja, maar er staat geen diepe ward meer. Mijn naam heeft geen flash meer. Oh, die Sivir is wel goed, hoor. Maar... Ja. We waren net geraakt. Tilt is real. Super agressief.
not escape me forever. An ally has been slain. Ben 10. Lavish brutality. Dracula's. Nothing will stop it. Volledig commitment flash komt de Uber erop. Zo duur. Maar het is ook nul vision in de river natuurlijk. Ja, wel, ik heb met die wacht gekocht, maar was het dan met een dood? Ik heb niet gepeet. Ja. Dan is het best dat. Ja, ik weet niet, maar ik zag de low happy dat hij had. Dat is wel een ding. Dat is merkt. Dat is een toplane, het vervelende. Allee, kom, stom ding. Destruction approaches. Enemy killing spree. There is no retreat. Ik heb een beetje een
100% healen. Ja. Ik kan gewoon geraakt zoals ze een pass heeft gestopt. Dus. Yep. Goed, hier is dat wel. Ah, studio is gedisconnect. Makkelijk. Ik weet het niet, nee. Meer aan chase. Zeg, doesn't make sense, de rage quit. En hij zegt dan van, het maakt wel verschil. Hey, dat is wel logisch dus, dat een rage quit is. Who's next on the chopping block? Diana is op top aan het komen. Ah, ze is terug. Wie weet, wie weet. There is no retreat. Oh fuck. Oh, kunnen we dan niet fight? Is this is
passive. Zijn een active. En nog een keer bloed zoeken. Op Karen bouwde je bloed zo. Lasers cannot escape. Good to know. Ja. Good to know. Good to know. Ik zit aan een rug. Ik zit aan een rug, Tom. Tom. Dat heeft ze wel, hè. Ik heb die speed increase gehad. Nou, natuurlijk loop ik heel aan de andere kant, waar dan niemand van ons is. Nog met de destruction of villages. Who's next on the chopping block? Geen mana meer, man. Lavish brutality. Lassus cannot escape me forever. Destruction approaches. Welcome the havoc. When was it all mal? Nothing will stop me. Dat we dan disconnect. Zeg ze disconnect gewoon zo. Ik weet niet of het zo mijn disconnect was. Dat was de hele tijd zo toxic. Ja. Ja.
Oh ja, wat uit die naar de taxi keek. Dat was aan het kort in de deur. Nou, platinum 1, bijna diamond 5. Dat zijn de ergste die ik al ben tegengekomen. Kom ik wijzen? Diamond 5 zijn de ergste. Dat die, die zijn er, hè. Dus waarom moeten ze dan nog beleefd zijn? Vet. Ja, gepoft dan, hè. Even in the game. Gewoon een toxic kerel. No, it's a random account. En dan kan je naar Engels. Dat is wel raar dat ik zei nog, ga coin pakken, zodat ik kan healen. Ik had niet bij stilstaan dat ik op level 1 ging moeten, dat dat zo belangrijk ging zijn. Goed healen, omdat het ranged is. Ja, maar ja, daarom had ik coin gepakt, dus dat had wel in mijn gedachten, maar... Ja, maar erover had, dat hij... Ik had ook nog zelf gezegd, Kate Nami zal het schreuze pook zijn. De beste manier is inderdaad dat zij zo hard mogelijk pusht, dat ze moeten volgen. Dan kunnen ze niet poken, maar ja, het is gewoon heel normaal, zie je sowieso. Een verloren lane voor
Ja, het was wel zwaar. Ik denk dat we de eerste wave nog niet gepasseerd waren en had 5% HP. Ja, waar is het gewoon juist? Kijk, wat dan naam je eigenlijk al? Die had waarschijnlijk de ability power. Hij ziet, Naomi had 15 ability power. Dat was blijkbaar in een rage quit, was een PC die overheated was. Wat dan nog? You ended 4-6-3. Lol. Zo, misschien gefrustreerd zijn als het vanavond. Ik ga slapen. Ah, toxic, toxic. Zou dat altijd zijn of is dat gewoon nooit vakanties? Ik denk dat dat gewoon een van de zoveel is. En dat schijnt wel dat het beter is met dat nieuw systeem, want het is veel sneller. Ben. Ja, hij zegt wel dat hij chat restrictions krijgt, maar dat nooit geband is geweest. Dus ja. Wanneer bannen ze dat, vraag ik me af. Ik weet het ook niet. Ik weet dat ik hem geband heb, report heb. Goed, maar vandaag toch hoeveel zonk ik? Ja, ik denk ook 5 LP steam. Ik zit op 45 nu. Ik zat in mijn promos. Vries maar 15 voor de losse, maar. Ja. Het was toch leuk. Goed. Tot de volgende. Yes.